Burgemeester, nou moet u wel eens vaker lintjes uitreiken, of mag, moet ik eigenlijk zeggen. Maar u had nou wel heel veel tekst, hè? Ja, en dan had ik eigenlijk nog krap genoeg aan de pagina's die ik heb. Ik heb wel zo'n stelregel, meer pagina's moeten het er niet worden. Maar het was nog moeilijk om het binnen die aantallen te houden. En, kijk, Jeroen heeft zoveel gedaan dat het volstrekt oneerlijk zou zijn om daar maar een deel van te noemen. Ja, en het moet ook nog een beetje verpakt worden. Dus dat, het kostte veel papier. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen, want alle verhalen zijn eigenlijk bijzonder. En dat dan maakt het extra leuk voor je als burgemeester om dat uit te spreken. Wat mij opviel was dat u eindigde met de woorden dat het Zijne Majesteit had behaagd bij koninklijk besluit. En dan kwam er een datum in april. Ja, het was al lang geleden gepland, maar er waren altijd redenen om het uit te stellen. En dat is heel jammer. Dus hij lag al even op de plank. En ik ben heel blij dat we hem nu niet meer langer hoeven te bewaren. Jeroen, wel een mooi moment. 10 jaar na de start eigenlijk van het Singelpark, hè? Ja, ongeveer 10 jaar inderdaad. Ja, ja, nou het zegt. Hoe kijk jij terug op deze bijeenkomst? Want ik hoorde je volgens mij net iets zeggen van nou, op een gegeven moment ging me iets dagen. Ja, ja, ik zag, ik was eerst met Stadslab een brainstorm aan het doen. En toen kwam ik hier binnen en zag ik andere stadslappers denken, oh, leuke Leidenborrel. Toen zag ik ineens mijn vrienden. Ik denk van, hé, gaan die zich allemaal bij Stadslab aansluiten? Maar toen zag ik mijn ouders, nou die gaan zich zeker niet bij Stadslab aansluiten. Dus toen begon het een beetje te dagen en toen zag ik de burgemeester. Dus ik geloof dat ik nu weet wat er aan de hand is. Leuk om zo gewaardeerd te worden? Ja, hartstikke leuk. Ja, het heeft altijd wel iets dubbels, want ik vind het leuker dat de dingen die ik doe centraal staan en iets minder, weet je wel, dat ik zelf centraal sta. Maar wat ik wel merkte is, als je in de zaal kijkt en je ziet alle mensen die op wat voor manier dan ook hebben meegeholpen aan dit hele verhaal en die ook heel belangrijk voor mij zijn geweest, dan voelt dat wel heel erg als een heel erg warme aan, zeg maar. De burgemeester zei, we moesten gewoon een moment kiezen om dit een keer te doen, maar het is geen afscheid. We hoorden ook al, er is net een document of zo met 50 punten overhandigd aan de gemeente die nog aandacht behoeven. Nou, laat ik dat maar aan de burgemeester vragen. U bent nog niet klaar. Nee, anders had ik ook wel ontslag kunnen nemen. Dus gelukkig is er nog iets te doen. En heel veel van de punten ben ik van overtuigd. Die inspireren ook om zaken nog beter te maken dan ze zijn. Want dat zien we allemaal wel. Het Singelpark is misschien wel nooit af. Er zijn nog zoveel elementen van het oorspronkelijke idee waar we nog aan moeten werken. De buitensingel, om die een keertje goed te sluiten, om daar ook fijn te kunnen wandelen. Er zijn nog allerlei plekjes, ook aan die binnensingel, die nog niet helemaal goed af zijn. Bij de centrale, er zijn nog plekjes die nog veel mooier kunnen dan ze nu zijn. Nou, gelukkig nog volop te doen. Nou, dit klinkt volgens mij bemoedigend, Jeroen. Zeker. Ja, nee, het werk is nog lang niet af. Dus ik moest wel zeggen dat toen ik die hele opzomming hoorde, weet je wel, ik denk van jeetje mina, misschien kan het even een tikkie minder met al die initiatieven. Maar tegelijkertijd, ja, de hele tijd, je rolt van het een in het ander eigenlijk, weet je wel. Dus bijvoorbeeld die bruggen van het Singelpark waren opgeleverd. Ik denk van, hoeveel bruggen zijn er? Dan denk je van, oh, we hebben meer dan 100 bruggen. Oh, het zou gaaf zijn om daar overheen te rennen. Hopsakee, Tjeerd Scheffer, Bellen van de Leiden Marathon, om te kijken of we een 100 bruggenloop kunnen organiseren. En, weet je, en zo gaat het maar door de hele tijd. Je rolt van het een in het ander. En als er dan af en toe eens iets doorgaat waar mensen echt blij mee zijn, zoals het Singelpark, dan is het natuurlijk een stimulans om af en toe nog eens iets nieuws uit te proberen.